Ik ben Anneke Vierbergen, ik ben centraal telefoniste van RPS Nederland. Dat wil zeggen dat alle telefoon van RPS Nederland hier in Lidam binnenkomt. En daarnaast doe ik een aantal bestellingen, de kantoorbenodigdheden, de PBM's, de reserveringen, de post. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Het is heel breed en heel erg leuk. De spil van RPS, zo te horen. Veel meer dan dat. Veel meer dan dat. Dan heeft veiligheid ook betrekking op jouw werk, ongetwijfeld. Zeker. Niet alleen dat ik de bestellingen doe voor de collega's, dus dat wil zeggen de reddingsvesten, kleding, helmen enzovoort. Maar ook dat we alert zijn op wat we in onze omgeving zien of rondom het pand zien. Bijvoorbeeld een steen die los ligt of verlichting die niet goed is. Een fietsstalling die misschien beschadigd is. Dus daar letten we inderdaad goed op met z'n allen. Ja, ja. Zeker. Als je iets signaleert wat niet veilig is, een collega vertoont onveilig gedrag, hoe pak je dat aan? Nou, een collega die onveilig gedrag vertoont, dat zie ik natuurlijk niet zoveel. Of ze moeten met 3 trappen gelijk naar boven rennen. Maar als we bijvoorbeeld zien dat er buiten iets niet goed is, of dat het in het donker niet goed zichtbaar is, dan maken we daar een foto van en dan sturen we dat door naar de CQ. Kijk, via de Insight app. Ja. Nog niet via de Insight-app, nee. Dat doen we gewoon nog ouderwets met de telefoon en een mailtje erbij. Oh, kijk eens aan. Ja, in principe hebben we daar natuurlijk de Insight-app voor, die je daar prima voor kunt gebruiken. En op die manier worden meldingen ook goed geregistreerd en opgevolgd. Dus dat is wellicht iets voor de volgende keer. Dat neem ik mee. Hoe zie jij het veiligheidsbewustzijn binnen RPS? Nou, je ziet gelukkig bij een groot aantal collega's dat dat sterk verbetert. Mm-hmm. En verbeterd is de afgelopen tijd. En ik ben er wel van overtuigd dat dat nog een stukje beter kan. Dat we ons gewoon bewust worden van het veiligheid aan zich. En of dat nou de steen buiten is of iets buiten. En daar kunnen we allemaal nog wel heel degelijk ons steentje aan bijdragen. Ja.